Dan 2017, je pa met pensioen en je broer Edward heet die, ja. Die trekt zich terug als mede-aandeelhouder en medebestuurder op de dag dat we de overdracht van de aandelen zouden tekenen. Leg ja. uit. Ja, dat was dus best wel een dingetje. Nou, wij waren natuurlijk, Edward en ik, allebei al heel erg daarmee bezig. Echt van, ja, wat vind je zelf leuk? En eigenlijk in dat proces is hij erachter gekomen dat het familiebedrijf niet voor hem was. Het momentum had iets anders gekund. Hij had het alleen niet gedeeld met jou. Nee. Dat hele proces ook nee, niet. Eigenlijk het hele proces niet. En daar stond ik best wel natuurlijk van te kijken. Ik denk, ja, jeetje, dan pretenderen we een open en eerlijk bedrijf te zijn. En ik hoor dit soort van op de dag dat we gaan tekenen van toch liever niet. Want even voor mijn begrip, want wat was de situatie op het moment van pa ging met pensioen? Was dat de, want jullie waren al aandeelhouder toen in 2020? Ja, we hadden een gedeelte van de aandelen ja. op dat moment. Maar wat we eigenlijk toen gedaan hebben, mijn vader en mijn oom waren allebei 50%. We hebben al iets eerder hebben een gedeelte van mijn vader kunnen kopen. Ja. Maar mijn oom had gewoon nog 50%. En we hebben eigenlijk dit moment was echt de 50% van mijn oom. Ja, toen mijn broer opeens zei van ik wil het familiebedrijf, ik wil dit helemaal maar dat niet. Zei hij op dat moment, zei hij het echt letterlijk bij de notaris of bij een... Nou, hij belde mij op van Kim, volgens mij was het de dag van tevoren of zo, van ja, ik kan niet tekenen morgen. Hè, wat? Wat bedoel je? Nee, ik wil dit niet. Dus dat was wel heel intens. En toen? Ja, heb ik er echt... Een soort van heel nacht wakker gelegen, terwijl ik echt normaal echt een hele goede slaper ben. Heel erg over nagedacht van wil ik dit dan wel? Want dat is natuurlijk ook de vraag. Kijk, als hij besluit van ik wil dit niet, ja, dan komen natuurlijk ook onzekerheden. Kan ik het wel? Wil ik het wel? Hoe zie ik mezelf daarin? Dus daar was ik echt wel een hele dag en nacht was ik daar ja, toch best wel van slag van. Ik had hele goede mensen om me heen en ik had daar echt geen 5 dagen in de week voor nodig. Ik kon klanten, die kon ik prima bedienen. En ik had een heel goed operationeel team. Ik had een goede financieel manager. Dus nou, heel eerlijk, na een tijdje, de helft van de tijd had ik gewoon ja, best wel over. Dus ik ging met mijn collega-directeuren ging ik wel een beetje babbelen. Van, goh, wat doe je allemaal? En soms hielp ik er eentje met iets. Dat deed me eigenlijk weer een beetje aan mijn oude van de molentijd denken. Ik liep gewoon een beetje rond in het bedrijf en ik ging gewoon kijken. Kan ik ergens iets leuks doen? Iets waar ik goed in ben. En nou, de grote holding erboven, daar zaten wat managementwisselingen in. Ook familiebedrijf. Het autobedrijf ging niet zo goed, dus er kwam wat holding directie in die wilde saneren en allemaal dat soort dingen. En op een gegeven moment, ik denk dat ik in 2,5 jaar tijd 4 holding directeuren heb versleten. Ja. En de laatste, daarvan zei mijn vrouw, die alleen maar mijn verhalen hoorde, zei van nou, die moet je misschien een beetje voor opletten. Want het voorstel wat hij hier nu doet, dat ik vertrouw het niet. En nou, achteraf bezien is gewoon een hele duidelijke conclusie. Hij voelde zich een beetje bedreigd, waarschijnlijk door mij. Want ik had ja, met mijn team het absoluut het best draaiende bedrijf. Niet het grootste bedrijf in de holding, dus wij konden niet de verliezen van de dealerbedrijven even compenseren. Maar we hadden wel gewoon echt een heel goed lopend bedrijf. En we deden ook leuke dingen. We gingen als managementteam de doelstellingen, de ambitieuze doelstellingen hadden gerealiseerd. Dan gingen we ook gewoon 2 dagen autoracen in Engeland. Ja, dat vond ik dat het team verdiend had. Ja, dat kon hij denk ik niet zo goed waarderen. En ik was statutair directeur. Dus hij kon me eigenlijk zonder reden elk moment ontslaan. Ja, dus dat heeft hij op enig moment nog gedaan. Toen hij er een aanleiding voor zag, toen dacht hij, nou, nu heb ik hem. Nu stuur ik hem naar huis. Echt uit. En ook gewoon een mail rondsturen naar het hele bedrijf van diegene die contact heeft met Mark, die staat hetzelfde te wachten. En oh, ja? Echt dat je denkt, wat een kleuter. Wat is dit voor een gek? En ik zat er pas 2,5 jaar, denk ik. En ik had zelf zoiets van, ja, ik mijn dingetje wat ik hier kan is wel een beetje... Ja, ik kan hier niet heel veel dingen toevoegen. Dus ik ging ook een beetje op zoek van, nou, wat zou ik nog doen? Maar ik vond het ook een beetje gênant om daar weer weg te gaan. Dus ik vond ook naar mijn team toe... vond ik niet dat ik alweer meteen naar een ander bedrijf moest. Maar ja, dus ik was wel een beetje aan het rondkijken. Ik denk dat alles bij elkaar, dat hem dat een beetje... in het verkeerde keelgat schoot. Genaaid worden door. Puntje, puntje, puntje. Goed, hè? Ja. Goed, hè? Ja. Vertel. Ten voeten uit ben ik dit. Ja. Nou, je begint, weet je bent ondernemer en
je onderneemt dingen, dus je gaat er gewoon voor en je natuurlijk zet je dingen op papier en natuurlijk ga, maar soms moet je ook gewoon dingen doen, mm-hmm. want anders dan als je alleen maar wereldweg ziet, dan ga je het nooit doen. En ik denk dat ik daarin altijd wel redelijk goed van vertrouwen ben ook wel, en ik vind het ook heel erg leuk om dingen samen te doen met anderen. Mm-hmm. Dus ik heb wel bewust voor gekozen om het alleen te starten, omdat ik heel graag het op mijn manier wilde doen. Maar ik heb wel gezegd, ik vind het daarna ook wel leuk om het te delen met iemand. Dus als je niet kan delen, kan je niet vermenigvuldigen, zeg ik wel eens. En ik vind het ook leuk als je successen kan vieren met iemand. En als je daarnaast ook de lust en lasten kan delen met elkaar. En ik denk dat 1+1=3 moet zijn, ja. in dat geval. En toen ben ik gaan samenwerken met iemand. En dat had op zich een leuke klik mee en alles. En we verdienen nog niet heel veel geld. En ik had alles alleen opgezet, waardoor ook de bank was mijn leverancier. Dus ik kende gelukkig wel alle leveranciers en alle partners. Mm-hmm. Ik was naar een klant toe en ik werd op een gegeven moment gebeld. En ik was vlak voordat ik naar binnen liep. Ik denk, nou, neem toch even de telefoon op. En hij spreekt met de bank. En diegene mag dat doen. Maar het geld wat erop staat, nou, dat was natuurlijk helemaal niet veel nog. Maar dat wil diegene er in één keer afhalen. Ja, ik vond het toch een beetje raar. Dus ik denk, ga je toch even bellen. Maar het is hartstikke fijn dat je gebeld wordt. Dat klopte dus niet. Dus die dacht van, nou, ik schrijf het geld gewoon eventjes over naar mijn rekening en ik ben gewoon vertrokken, zeg maar. Maar dat was iemand die ging partneren met jou? Die al met mij samenwerkte, zeg maar. Maar u was geen aandeelhouder in je bedrijf? Ik was nog geen aandeelhouder, maar weet je, ik ben altijd in die zin, ik ben aan de ene kant ben ik heel kritisch, aan de andere kant ben ik wel redelijk goed van vertrouwen, omdat ik heb gewoon geen zin om continu op moeder te zijn, achterom te moeten kijken. Ik wil gewoon lekker mezelf zijn, ik wil gewoon leuk werken, ik wil het naar mijn zin hebben en ik heb geen zin om continu op te moeten letten. Nee. Dus dat had ik toen ook niet gedaan, dus ik was nog geen aandeelhouder, maar had wel gewoon het pasje en die dingen, zeg maar. Want hij regelde ook wel, hij werkte ook wat af en toe thuis en regelde vanaf huis regelde ook wel wat zaken, zeg maar. Dus maar die dacht, nou, als ik dit nou gewoon eraf schrijf... Maar die dacht gewoon, ik geloof die bankrekening leeg en dan ben ik weg. Ja, dat denk ik. Ja. Gewoon een boef. Ja, eigenlijk wel, ja. Je tweede sleutelmoment, daar staat één woordje bij mij, arbeidsongeval. Ja. Vertel. Ja, dat was heftig. En zeg maar, je hebt één werknemer. Je bent aan het testen met een prototype. En op dat moment ben je gewoon gas aan het geven. Want je wil gewoon iets zo snel mogelijk uit de grond krijgen. En dat ging mis, want een prototype, daar zit experimentele software op. Dus het werkte niet precies zoals het hoorde. En die jongen die brak daarbij zijn enkel met het testen van Scoozy. Ja, op dat moment staat wel echt even je wereld helemaal stil. Want er gaat van alles door je hoofd. Is het verhaal überhaupt nu al geëindigd voordat we begonnen zijn? Hoe gaat het met hem? Gaat hij helemaal herstellen? Je hebt meldplicht bij arbeidsinspectie. Dus die komen langs. En bij die mensen zeg maar, ben je schuldig tot het tegendeel bewezen is. Dus daar wordt gelijk goed druk op je uitgeoefend. Dus je moet alles op overleggen, op tafel leggen. Ben ik goed verzekerd? Ook zo'n vraag. Nou, dat bleek inderdaad een probleem te zijn. Want we hadden ons laten voorlichten door een tussenpersoon. Daar was blijkbaar een fout gemaakt, waardoor de uiteindelijke verzekeraar zei, we dekken dit niet. Nou, dan ben je helemaal wel even van, oké, wat gaat er gebeuren? Waar moet je allemaal wettelijk aan voldoen? Precies. Welke papier? Want op dat moment, zeg maar, wij wisten niet wat we niet wisten. Dus wij kwamen erachter ook dat we een RINE moesten hebben. Een wat? Een RINE, een risico-inventarisatie en evaluatie. Dus dat is een papier waarin staat dat je al je risico's hebt overwogen en goed beschrijft en wat je maatregelen zijn. En als je dan links en rechts aan ondernemers vraagt van, joh, heb jij dat? Geen idee. Dus dan denk je ook wel even van, oké, en er is niet ergens een... Tenminste, op dat moment hadden wij niet ergens een checklist van, hé, dit missen we nog. Dus je komt erachter, zeg maar, dat je randzaken superbelangrijk zijn om goed geregeld te hebben voor dit soort dingen. Je bent bezig met ondernemen en je wil niet op je basisdingen fuck-ups maken. MUZIEK